En we zien hier een model dat zowel kracht als kwetsbaarheid uitstraalt. Dus het heet ook Power of Vulnerability. En je ziet aan de benen en het gedraaide lichaam en zijn vuist zie je de kracht. En anderzijds, doordat zijn gezicht is verborgen en de uitgestrekte arm en hand, die de kwetsbaarheid toont, zeg maar, van de persoon. Ja, hoe kom je aan het model? Het model komt uit Leeuwarden. En eigenlijk het meeste model krijg ik via social media die zich aanmelden of doordat ik een oproep plaats. Je plaatst een oproep op Facebook of, ja, Facebook op, of Instagram? Gay bubble boxen. Nee, Instagram en Facebook in principe daar. Maar daar heb je meer werk van jezelf. Ja, en op mijn website inderdaad. Ja. Is het mannenkunst wat we zien? Dit is in principe mannenkunst, maar in principe doe ik ook wel dames. Alleen ja, de laatste paar jaar is het met name heel veel op mannen gericht. Hè, ook omdat op een bepaald moment ga je een bepaalde richting in. En ja, die richting, ja, als dat goed bevalt of als dat goed werkt, dan ga je die kant uit, zeg maar. Ja. Heb je zelf ook iets daarmee? Ja, ik heb zelf, wat ik vooral met dit soort beelden heb, en wat je eigenlijk ook wel in deze drie beelden kunt zien, is dat ik heel veel heb met lijnen en spiermassa's en dat soort zaken. En ik ben ook heel erg geboeid, altijd gefascineerd door de manierisme. De beeldhouwkunst, dus wat Michelangelo deed, dat soort zaken. Ja. En eigenlijk is dit, langzaam komt dat een beetje, denk ik, terecht ook in mijn fotografie. Want hoe lang doe je dit nu? Ik doe dit nu vanaf 2012 ben ik bezig met fotografie. Dus je bent nog een hele jonge kunstenaar. In dat opzicht wel, klopt. Ja. Is het zwart-wit of heb ik niet goed opgelet? Nee, het is, in principe is het kleur. Oh, toch? Wat ik wel doe is het desatureren. Dus wat je ziet is dat de kleur terugbrengen, zeg maar. Dus een klein beetje minimaliseren van kleur. Ja, het eruit trekken van kleuren. Waarbij in sommige, zoals bij deze foto, zit er meer kleur in dan bij de andere twee foto's. Ja, zeg, wat mij opviel is de harige benen in combinatie met het schoeisel. Is dat het model zegt, ik wil wel, maar ik kom met deze hakjes? Of is het de fotograaf die zegt, ik wil je eigenlijk in deze bocht, in deze pose hebben? En dan moeten ook die hakjes erbij. Nou ja, eigenlijk het laatste in dit geval. Want ik probeer altijd iets ook met het model te krijgen. Dus ik wil ook weten wie het model is en wat hij doet. En ik wist van dit model dat hij dus onder andere ook op hakken loopt. Ja. Dus 1 en 1 is 2. Dus ik heb hem eigenlijk gelijk gezegd van, nou, als je komt, prima. Maar je neemt je pumps, neem je mee. Ja. Dus nou, geen probleem. Dus die heeft hij meegenomen. En vaak met dit soort dingen, als je inderdaad op pump staat, dat heb ik bij dames ook wel geleerd, is als je hoge hakken aan hebt, dan ga je automatisch ook al je spieren aanspannen. Dus ja, dus het werkt ook altijd weer in dat opzicht. Precies. We keken al even naar deze jonge man. Het is een mysterieus iets. Je zei al iets, een link met India en een meer armig wezen. Het zweeft ook als we even dichtbij kijken. Hij komt van de grond. Dus als je het onderbeeld nu ziet, dan klopt het allemaal. Maar op het moment dat de camera naar boven gaat, denk je van, wat gebeurt hier? Dit is wel een hele bijzondere techniek. Of is het een kunstje? Ja, het is eigenlijk een kunstje uiteraard. Dit is een model waar ik vrij veel mee werk eigenlijk momenteel. Heel prettig om mee te werken. Hij komt uit Limburg, dus hij komt elke keer een heel eind rijden bij mij vandaan. En hij heeft inderdaad iets met India en de Filipijnen. Daar gaat hij heel veel op vakantie. Hij heeft daar heel veel kennis aan ook zitten. Hij doet ook heel veel modellenwerk. Dus ja, wij liggen elkaar in dat opzicht eigenlijk wel goed. Dus ik had ook een beetje zo'n idee om eens een keer zoiets te gaan doen. Ook met de Indiaanse cultuur. De mythologie, zesarmige goden, dat soort zaken. Ja. Dus heb je dan van deze persoon, want dit is een eindresultaat. Ja, klopt. Ja. En heb je dan van tevoren een schets gemaakt van, het moet een zesarmig mens worden of een zesarmig beeld? Ja, en ik moet die poses dan achter elkaar kunnen plaatsen, want anders
het moet ook allemaal kloppen in schaal en verhouding. Ja, nou, het is natuurlijk ook een fotografietrucje dat je ongeveer weet hoe je dat moet doen. Dus ik blijf exact op dezelfde plek zitten. En ja. Eigenlijk heb ik van tevoren al in mijn hoofd hoe ik het wil hebben. Ja, precies. Je maakt van tevoren een schets in je hoofd. Ja, in mijn hoofd inderdaad. Ja, in je hoofd, ja. Want anders kan het nooit. Nee, precies. Want je hebt je statief, je zet je foto op een punt in het model. Ja, deze heb ik uit de hand gedaan. Maar bij wijze van spreken, je hebt hem op een geëikt punt. Ja, klopt. Ja. Zeg, de derde foto in deze Hollandse nieuwe serie. Ja, dat is toch ook wel even een zoekplaatje hoe zit het in elkaar. En je onthulde net dat we twee mensen zien. Ja, dat klopt. Waar ja. we uiteindelijk één hoofdpersoon, in mijn zoals ik het zie, één overhouden. Dat klopt, ja. Ja. En ik had dit beeld een beetje in mijn hoofd. En de foto heet Unity, eenheid. En dat is een beetje terug te vinden in het feit dat ze niet alleen samen getrouwd zijn en dus een eenheid zijn, maar in de foto zijn ze eigenlijk ook één eenheid geworden. Dus de ene persoon die ligt hier straks, zeg maar, met zijn hand hier om zijn hoofd gebogen. En zijn man ligt hier achter, met het hoofd hier en hier de voeten. Zodat, ja, alles is net verdwenen. Dus bij deze foto is ook geen Photoshop gebruikt om dingen weg te werken. Behalve misschien een paar tatoeages die me dan net in de... Maar je hebt een deel van de andere persoon is deels verdwijnen. Dus de andere persoon heb ik niet verwijderd. Oh, niet? Die zit echt hier achter het tafeltje, zeg maar. Ja. Okay. Ja. Dus ik heb hier verder Photoshop puur retoucheringswerk. Ja, ja. Geen mensen, niks van lichamen weggehaald of zo. Nee. Knap. Je maakt reclame van je werk via Instagram. Ja. Je bent terug te vinden op Facebook inderdaad en Instagram. Dus, nou goed, zullen we dat langs laten komen? Dan kunnen mensen zich nog verdiepen in wat je verder doet. Ja. En als ze iets willen, dan kunnen ze contact met je opnemen. Uiteraard, altijd. Ja hoor. Dankjewel voor je impressie. Prima, dankjewel.